Ja, we zitten in zo'n zoektocht hè, naar een nieuwe minister-president. En vrienden, ik krijg hem heel vaak hoor, bij mij. Ja, mensen die schrijven mij heel regelmatig. En dan zeggen ze, Hannie, waarom doe jij het niet? Waarom ga jij dat niet worden? En er staat er ook altijd bij, Harry for president. Ja, ik moet daar natuurlijk altijd wel heel erg om lachen. En dan denk ik, ja, Harry for president. Zou ik daar nog de energie voor hebben? Ik ben bang voor niet, vrienden, maar zou ik het kunnen? Het zou zomaar kunnen, hè? Ja, zou ik het? Ja, ik zou het misschien echt wel kunnen. Harry for president, ja. Zet mij maar neer in dat torentje. Ja, hoor. En dan zou Nederland er toch iets vrolijker en gezelliger gaan uitzien. Want ik zou, dat zou een belangrijk punt voor mij zijn. Los van dat er natuurlijk bij mij meer politie zou komen, al is het alleen al voor handhaving en dat soort dingen. En natuurlijk zou ik ook meer doen aan het bouwen van huizen voor alle mensen. En ik zou natuurlijk ook achter het asiel aangaan, tuurlijk, dat zou ik allemaal doen. Maar ik zou vooral gaan ook voor, bijvoorbeeld ik zou zeggen, alle kinderen gaan één keer per maand gratis naar McDonald's. Ja, kijk, daar maak je mensen blij mee. Het leven is al vaak een struggle. Het is al vaak enorm taai. Het is meestal niet zo leuk. En daarom, geef mensen nou gewoon momenten waar ze een beetje van kunnen genieten. Ja, één keer per maand gratis naar McDonald's. En ik zou bijvoorbeeld ook, Ik zou meer geld bijvoorbeeld stoppen in voetbal. Voetbal maakt mensen gewoon intens en intens gelukkig. Kijk maar eens als er gewonnen wordt. Of de vreugde, dit is onbetaalbaar, vrienden. Wat denk je nu bijvoorbeeld met zo'n wedstrijd als NAC tegen Emmen of Emmen tegen NAC? Voor Emmen is het de hele provincie Drenthe. En voor NAC is het de hele stad Breda. Mensen leven daarvoor. Ja, daar zou ik voor gaan. Als ik in het torentje zat.